heeft Lianus Paint. Ik heb nog steeds van die leuke roze kleurtjes over. En ook wat met oranje. En eventueel als ik niet genoeg heb, heb ik ook nog een ecru kleur. En zoals jullie inmiddels weten is het acrylverf Winter Newton en Studio Artist Acrylic Paint. Dat heb ik nu vermengd, toch maar even voor de luik zeggen, met de Floetro. Niet bestellen bij bol.com, want dan betaal je €31,05. Terwijl als je hem bij Martin Brinkhuis, staat in de beschrijving, het bestelt, dan kost hij gewoon €19,45, wat de normale prijs hiervoor is. Ik heb natuurlijk erin gedaan de Dimeticone, maar in plaats van Dimeticone, dat is lastig aan te komen in Nederland, kan je ook de siliconen spray gewoon van de Action of van de HEMA gebruiken. Tip, spuit het buiten in een flesje, zodat je het gedoseerd kan doen. Nou, ik heb weer dat lekkere maatje van 18 bij 24. Ik vind dat toch een heerlijk maatje om wat mee te doen. Nou, ik ga nu toch echt de kleurenverf over opmaken. Want het is natuurlijk al een paar dagen oud. Wat je op zich in zulke bakjes zeker een week of twee kan bewaren. Er kunnen er wel dingetjes in gaan zitten, dus daar moet je wel mee opletten. Ik heb jullie natuurlijk steeds over mijn kartonnen bekertje, die ik zo samen kan knijpen. En dan zo de swirl techniek, de tree techniek, ik noem het gewoon de boomtechniek, kan doen. En wil ik jullie deze keer laten zien. Nou, ik begin natuurlijk met het verf erin te gooien. Die is op. En wat je er als laatste in doet, als eerste in doet, komt er als laatste uit. Nou, nu kan gewoon alles erin. Op hoop van zegen dat er niet zoveel stukjes in zitten. Dat dacht ik trouwens bij de vorige wel erin te hebben, dat het er wel in zat, maar dan zat het er ook niet in. Dus dan hoop ik dat ik nu ook nog een beetje marsel heb. Zo. Dit is ook op. Maar zo zie je maar, als je dus gewoon lekker je verf mengt. En zoals ik heb dat dan gewoon lekker op een slechte dag dat ik had, ben ik, ja, ik lig toch eigenlijk te liggen. Dan ga ik tegenwoordig gewoon lekker mijn verf mengen op mijn gemakje. Want als ik dan een goede dag heb, hoppata, dan is het klaar. Hoef ik dat niet meer te doen. En dat scheelt, want het is toch wel een hoop werk als je zoveel kleurtjes mengt. Nou, echt het allerlaatste gaat er allemaal in. Maar dat geeft niet. Daar heb ik heel veel plezier van gehad. Nou, zoals je ziet heb ik de oranje nog niet gebruikt. Die giet ik wat hoger in. Zodat die meteen nog een soort van patroontje doet. Ik doe toch de lichtroze erin. Al vind ik een beetje eng. Omdat ik hier, dat zie je toch in die andere werkjes. Dat ik daar toch meer siliconen in heb zitten als in de andere. Want daarom komt dat canvas ook er doorheen. Dus dan moet je toch wel een beetje maar opletten dat je maar 2 of 3 druppels Dimeticone erin doet. Want Dimeticone is ook dikker als siliconenspray. Van siliconenspray, als je het sprayt, zou ik ook maar 2 of 3 keer erin sprayen in de verf zelf. Maar heb je het in zo'n doseerflesje zitten, ja, dan kan je er toch wel zo'n 5 druppeltjes in doen als je zou willen. Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Nou, ik doe toch maar allemaal paars erin, al ben ik bang dat het donker uit gaat pakken. Maar dat zien we dan wel weer. Dus voor de zekerheid doe ik er toch een beetje ecru ook doorheen. Of zandkleur wat dat is. Zo, en nog een beetje oranje. Dan een beetje gewoon al het oranje. Dan is die ook leeg. Was mijn paars al leeg, zat er nog een beetje in. Oh, er zit nog een klein beetje in. Zo. En nou heb ik... Ja, dat is genoeg. Er hoeft geen ecru meer bij. Nou, zoals je inmiddels ziet, zit er eigenlijk wel een vormpje al een beetje in. Maar dat heeft nu eigenlijk niet zoveel zin. Omdat ik dus die andere techniek ga doen. Trouwens, als je die techniek gaat doen wat ik nu ga doen, hoef je in principe ook geen siliconen erin te doen. Want dan is het vaak mooi, want dan blijf je beter die lagen zien. En door de Floetro krijg je toch wel wat cellen. En nu krijg ik waarschijnlijk meer cellen dan mijn liefjes. Maar ja. Dat is het risico van het vak. Nou, ik heb ze de pushpins erin gedaan, weer aan de onderkant, en het weer afgeplakt. Misschien ga ik het toch dat afplakken doen, dat het iets netter eruit ziet. Ik weet het nog niet. In ieder geval, ik heb het nu wel weer gedaan. Dan blijven de houtjes er ook mooi achter zitten, want die doen we er pas later in, als het nodig is. Als trouwens dit ingezakt is, kijk, nu hoor je, ik weet niet of je het hoort, nou, hoor je meer met mijn
blote handen, dan boem, boem, boem. Dan is hij goed. Maar stel, dit is ingezakt, wat je wel vaak hebt met de canvasdoeken van de Action. Dan kan je hier de achterkant, als er dus nog geen tape op zit, kan je dan met een plantenspuit nat spruiten. En als je dan even met de veun het opwarmt, dan gaat hij zo weer strak trekken. Dat is even als tip. Nou, ik heb hier het doek. Die is trouwens misschien makkelijk op een vierkant doek, maar dit terzijde. Of je kan er wat meerdere van maken. Oh, wacht. Ik heb een ander idee. Want dan doe ik het... Ja. Ik ga hopen dat dit lukt. Dit moet je dus heel rustig aandoen. En mijn beker zit toch aardig vol. En ik ben niet... Ik heb toch niet zoveel geduld. Maar kijk, je ziet het al gebeuren. En dan ga ik nu stoppen bij deze. Kijk, zie je? Zal ik hem heel voorzichtig omhoog doen, dat je het beter kunt zien. Mooi hè, die lijntjes. Ja, ik vind het prachtig. Maar stel dat ik nu doorga, dat is het risico. Als je dit doet, krijg je heel vaak te veel verf erop. Dus dan moet je hem... Oh, ik ga ondertussen verder met de andere. Dan moet je hem dus wel gaan bewegen om het verf erachter te krijgen. Ja, en dan gaat dus vaak het hele effect gaat weg. En dat is een beetje zonde. Maar zo kan je dus een beetje ermee spelen. Nou, dan probeer ik er hier een kleintje mee te doen. Wat ik nu doe, heb ik nog nooit gedaan. Heb ik natuurlijk wel gezien. Maar dat hebben jullie waarschijnlijk ook met al de video's die je hebt gezien. Maar ik ga het gewoon proberen. Nou, je hebt dus nu wel door dat je dus met een kartonnen bekertje zo'n tuutje kan maken. En daardoor dus iets makkelijker kan schuiven. Oh, jammer dat ze elkaar al hebben geraakt. Want eigenlijk wilde ik de ecruverf zo tussendoor doen. Maar ik denk dat ik nu net zo goed doorga met rondjes draaien. Al komt er dan natuurlijk wel een beetje veel verf op het doek. Nou ja, we zien het wel. Zoals je merkt ben ik aan het nadenken wat er kan gaan gebeuren. En dat moet je dus niet doen. Want dan mislukt het. Althans, het kan natuurlijk niet mislukken, want het is abstracte kunst. Maar dan krijg je niet meer wat je eigenlijk in eerste instantie in je hoofd had. Nou, dan kan ik eigenlijk wilde ik dus met een andere kleur zo er tussendoor doen. Maar dan komt er wel heel veel verf op. Ik kan nu ook mijn brander gaan gebruiken om de cellen te krijgen. Om de siliconen, de dimeticoon op te warmen, zodat je een reactie krijgt en de cellen komen. Maar dat weet ik niet. Oh, en ik had ook gezegd dat ik mijn cat's corner zou hebben gemaakt. Maar dat ben ik dus vergeten. Dat komt ook omdat ik dit eigenlijk achter op één dag aan het filmen ben. Dit plaats ik dan niet op één dag. Maar het is nog geen andere dag geweest om een cat's corner te maken. Ik heb wel tussen de ene video en de andere video heb ik gerust. Ja, dat moet ik wel. Maar ik heb dus... dit is geen andere dag. Zeggen. Dus als ik weer op een andere dag ga filmen, dat gaan jullie zien, want ik ga natuurlijk andere kleuren gebruiken. Ik heb eigenlijk nog geen idee wat voor kleuren ik ga gebruiken. Ik denk of allemaal blauwe tinten, of allemaal groene tinten. En misschien vinden jullie het leuk om te reageren, om te zeggen van nou, maak eens iets met allerlei groene kleuren, want we hebben nu al roze gehad en een beetje de rode heb ik ook al een... Nee, de alle rode kleuren zou ik ook nog wel kunnen doen. Maar het lijkt natuurlijk heel erg op die roze kleur. Dus, ja, laat het eigenlijk maar weten. Vind ik eigenlijk wel leuk om een reactie te zien. Van zal ik alle groene kleuren doen die ik heb? Er zijn inderdaad een aantal. Of allemaal blauwe kleuren. En dan doe ik wel als tegenkleur een donkere groen. Zodat je toch wel iets meer effect ziet. Nou, en zoals je dus nu al ziet... Worden de ringen uitgerekt, krijgt het een iets andere vorm. Er komen cellen aan zonder dat ik de brander heb gebruikt. Dat komt ook wel door de dermeticoon, maar ik blijf erbij dat het ook door de Floutrol komt. Maar dat hoeft niet, maar dat kan ik ook wel in een video een keer gaan maken. Dat ik inderdaad alleen Floutrol gebruik en niet dermeticoon of siliconenspray erin doe.
Ik heb daar wel in het begin iets van een soort testje gedaan per kleur, maar dat was natuurlijk niet echt een handig testje. Ik moet echt een aparte doek doen met, ja, ik ga dat toch doen, met alleen maar Floetro en geen Dimeticone. Maar daar ga ik gewoon op een wat goedkoper doek ga ik het uitproberen. Al kan dat natuurlijk hartstikke mooi worden en hoeft het op zich niet. Maar ik vind het vaak toch wel zonde als ik een duurder canvasdoek heb voor een testje, experiment, wat ze in het Engels allemaal noemen. Om dan, ja, als ik dan toch niet tevreden ben, want mislukken kan het niet, dan vind ik het toch zonde van de doek. Want een goede doek, ja, daar betaal je gewoon toch wat voor. Behalve als je hem dus goed in de aanbiedingen koopt, zoals ik dat dus doe, ook met mijn verf. Nou, jullie zien dat ik hem dus heel langzaam beweeg, maar ik moet wel een beetje gaan opschieten met de tijd. En dat is weer een beetje jammer. En aan de ene kant was ik zoekende van waarom ik mijn video's maar 15 minuten kon maken. Ik had het ook aan jullie gevraagd of jullie misschien een idee hebben. Maar aan de andere kant is hij er toch al steken. Ja, ik ben ook wat spiritueel. Nou ja, dat klinkt ook weer zo raar. Als ik geloof in dingen. Om dat langer te doen. Omdat ik kan eigenlijk maar 10 minuten zitten. En een kwartier zitten dat is dus echt voor mij de max. Dus dan moet het gewoon zo zijn. En ik denk dat het ook leuk is om te kijken in plaats van dat ik lange video's maak. Ik zie soms ook video's alleen maar met teksten eronder typen en met muziek. Daar heb ik eerst ook aan zitten denken. Toen hoef ik ook niet Engels te praten. Maar ik vind dat toch wat onpersoonlijker. Ik ben een aantal mensen toen gaan volgen. En daar ben ik toch mee gestopt. Omdat ik het gewoon iets te onpersoonlijk vind. Kijk. Het zijn natuurlijk niet de ronde draaiingen meer gevonden als een boom. Maar ik vind deze toch wel heel erg mooi gelukt met al die verschillende soorten laagjes. Nou, ik zie dat mijn zijkantjes in één keer goed gepakt zijn. Er zit wel aardig verf op, maar niet te veel. Wel het maximum hoor. Dat op een gegeven moment voel en zie je dat. Ik doe toch even de handschoenen uit. Ik had de vorige leuke idee van het emmertje. En dat werkt op zich natuurlijk wel goed. Tot ik het emmertje ging optillen en het uit mijn handen liet vallen. En het over mijn hele vloer lag. Dus dat was iets minder. Dus, maar ik probeer het maar met max 2 paar handschoenen dan te doen. En niet meer waar ik eerst heel makkelijk was in het begin. Dat niet. Ik ga hem toch wat branden met mijn crème brûlée branden. Maar wel vrij snel. Alleen maar om te kijken of we de luchtbelletjes eruit te halen en niet om cellen te krijgen. Want wil je cellen krijgen, dan beweeg je hem, laten we zeggen, zoiets langzamer. En denk erom, hoog. Het lijkt alsof je er bovenop zit, zo weet ik met de camera. Maar dat zit ik dus niet. En, want dan verbrand je je verf. Nou, ik hoef trouwens geen handschoentjes meer te gebruiken, want ik kan hem nu natuurlijk afwassen. Ik laat hem nog één keer zien. Dit is de shrill techniek, tree techniek, boomtechniek. Dat je dus een soort laagjes krijgt van schorsen. Nou, ik ben tevreden hierover. Ik moet zeggen, ik vind hem eigenlijk mooier en beter gelukt dan ik had verwacht. En ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Dat jullie mij een duimpje geven. Nou ja, jullie weten hoe het een beetje werkt met abonneren. Als je nieuwsgierig bent wat ik allemaal ga doen en bla bla bla. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Bedank ook de nieuwe volgers die erbij zijn gekomen. Ik vind het heel erg leuk. En ik zou zeggen, tot de volgende video maar weer. Doei!